Rotterdam wil migranten die niet willen integreren hard aanpakken. Dat staat in de nieuwe integratienota die vandaag werd gepresenteerd. Iedereen die zich in de stad wil vestigen, moet de Nederlandse taal leren. Ook moeten de Nederlandse normen en waarden worden omarmd. En wie niet wil integreren, krijgt dan te maken met de gemeente. Zo wordt gedreigd om mensen te korten op hun uitkering. Het gemeentebestuur van Rotterdam wil al heel lang de integratie van allochtonen verbeteren. Ondanks alle maatregelen en inburgeringslessen die ingevoerd zijn, is er nog veel te doen. Zo wordt als voorbeeld gegeven dat de jeugdwerkloosheid onder migranten in een jaar tijd bijna verdubbeld is. In 2013 bedroeg de werkloosheid voor deze groep al 15%. Maar vorig jaar bleek dit aantal nog hoger te liggen. De werkloosheid onder migrantenjongeren was gestegen naar 28%. Onder autochtonen steeg dat percentage van 8 naar 10%. In eerste instantie moeten de nieuwkomers zelf aan de slag. Als dat niet lukt, wil de gemeente helpen. Als mensen niet kunnen, dan ligt er een taak voor de overheid om ze bijvoorbeeld door middel van taalkursen geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. Als mensen nieuw Nederland binnenkomen, en dat zijn er op jaar, afgelopen jaar 2014 kwamen er 10.000 mensen Nederland binnen, die moeten dan wel op de hoogte worden gesteld van wat is hier de norm. En als het niet werkt, wat dan? Als het niet werkt, wij doen er alles aan. Maar ja, bijvoorbeeld in de nieuwe participatiewet is de mogelijkheid opgenomen van de taaleis. Mensen die werkloos zijn of in de bijstand zitten, die kun je verplichten op straffen van een geldelijke sanctie om de taal te leren. Dat is ook een heel goed middel om mensen die prikkel te geven. De wethouder zegt ook hard te willen werken om arbeidsdiscriminatie aan te pakken. Mensen die succesvol zijn geïntegreerd hebben ook recht op een eerlijke sollicitatieprocedure. En bij het stadhuis verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, er werd al lang uitgekeken naar dit stuk. Hoe zijn de reacties? Nou, die zijn niet mals en dat is misschien wat te verklaren als ik je vertel over de voorgeschiedenis van deze hele nota. Want toen deze nota er moest komen, toen zei de oppositie, ja, integratie, dat is zo'n belangrijk onderwerp voor de stad. Daaraan willen wij meeschrijven aan die nota. Nou, oud-wethouder van de Anker, van Leefbaar, zei, is een goed idee. De coalitie zei, nee, dat willen we niet, we volgen de normale procedure. Dus de coalitie schrijft het stuk, dient dat in de raad en dan pas kan de oppositie erover meepraten. Dat is nu ook gebeurd en die kritiek, ik zei het al, die zijn niet mals. Dat gaat van, nou, er staat werkelijk helemaal niets in, tot gooit maar in de prullenbak. Teleurstellend, heel teleurstellend. Van wat we nu te zien hebben gekregen. Ik had graag gezien dat het college was gekomen met een nota die ging over samenleven hier in de stad. En niet een nota die wijst naar één groep hier in deze stad. Ik mis vooral de bruggenbouwende factor, zeg maar. Het college zegt vooral wat gaan we doen met de mensen die het niet goed doen. Maar eigenlijk over de mensen die het wel goed doen horen we vrij weinig. Wat ik vooral zie is dat alles wat in Rotterdam een belemmering is om mensen om echt mee te doen. En dat heb je toch over sociale achterstanden, dat daar niks over in staat. Het handhaven, daar waar er overlast is van overbewoning, omdat de migranten veel bij elkaar in goedkope huizen worden gelokt door huisjesmelkers. Maar ook het vrouwen die met geweld geconfronteerd worden, daarop handhaven. Dus de handhavingskant missen we heel erg in dit stuk. Ik zou zeggen, college, het was heel veel beter geweest als je je huiswerk zoveel beter had gedaan. Dit moet anders. Wat ons betreft wel. Een groot gedeelte van wat er in deze nota staat, kan wat mij betreft in de prullenbak. Nou, Jan-Roelof, dat is niet echt positief. Hoe gaat het nu verder met de integratienota? Nou ja, er moet binnenkort dus over deze nota gesproken worden in de gemeenteraad. En wat verder gaat gebeuren is een heuse tour van de wethouder. Want hij gaat nu langs scholen en buurthuizen om te kijken of hij die migranten kan vinden. En wil dan met ze in discussie gaan. Ja, en dan is het nog maar de vraag hoe die mensen dit stuk gaan ontvangen. Jan-Roelof, dankjewel.